De voortzetting is niet goed. En dat betekent dat je te weinig doelgericht balbezit krijgt. En dat je voorwaarts ook nooit in de wedstrijd kunnen komen. Misschien dan met één geniale bal. Nu aan de linkerkant van het veld, Deli Blind. Het is Robben die de bal misschien vraagt. Het is geen buitenspel bij Van Persie. Van Persie, en die komt er dan in! Ja! Het is 1-1! Het is 1-1, wat een wereldgoal! Deli Blind! Deli Blind! En het is geen geintje natuurlijk! Het is gewoon 1-1! Wat een ongelofelijke lekkere goal! Robin van Persie! Wat een bal! En ik zei het, één keer sta je geen buitenspel! Paf! 1-1! Bang! In de face! Nu via Sneijder en aan de linkerkant Blind. Blind naar Robben. Naar Robben. Neem aanraden en schieten. En schieten. Kappen schieten. Ja! 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 Arjen Robben zet het Nederlands elftal op een 2-1 voorsprong. Wat een geweldige actie van Robben. De mensen die het verschil moeten maken, maken vandaag het verschil. In de eerste helft van Persie. En nu dus Arjen Robben. Oranje. Oranje staat voor tegen de wereldkampioen. Is het mooi zeg, niet te geloven. Onvoorstelbaar. Arjen Robben, kus naar de camera. Yes, yes, yes. Wesley Sneijder en Arjen Robben bij die vrije trap aan de linkerkant van het veld. Wie zijn er mee? Vlaar, De Vrij, Martens Indy en Van Persie. Dat zijn de targets in het strafschopgebied. Waar Arjen Robben er nu ook nog bij komt. Oftewel, Wesley Sneijder gaat die vrije trap nemen. Vanaf de linkerkant richting Casillas. Casillas gaat erbij. Hij zit erin. Hij zit erin. Stefan De Vrij. Stefan De Vrij maakt hem. De man die de stabiel was in de eerste helft. Staat nu bij de tweede paal. Hij schiet die bal binnen. Stefan De Vrij. Hij met dat strakke koppie voor die wedstrijd. Hij maakt die goal. Wat is dit leuk. Stefan De Vrij, die 3-1. We gaan wat een avond maken we mee. Maar zeg jij nou, dit is leuk. Dit is te gek. Dit is waanzinnig. Ja, dan moet Sergio Ramos de bal even terugspelen. Doet dat richting Casillas. Casillas, opgejaagd door Van Persie. Die raakt de bal kwijt. Dan gaat de 4-1. Ja. Het is 4-1. Het is 4-1. Ik begrijp waarom je niet meer mag keeper Casillas bij de Real Madrid. Je kan er geen houtje touwtje meer van. Je maakt een tweede fout. Het is 4-1. Het is 4-1 voor Oranje. Onvoorstelbaar. Die bank van die Spanjaarden. Een bank, ja, ongelooflijk. Daar zit meer op dan op een normale IJslandse bank. Kijk eens naar die gezichten. Van Persie, 4-1. Sneijder met een goede bal richting Robben. Nu wordt het hardlopen voor volwassenen met Robben. Robben loopt Sergio Ramos eruit. Terwijl Casillas moet komen, maar die komt niet. Draait Robben, wordt het 5-1. Wordt het 5-1? Is het zo een dag? Ja! Het is zo een dag! Het is zo een dag! Het is zo een dag! Het is 5-1! Het is niet te geloven! Het zijn mensen die aan alle kanten worden weggezet. Sergio Ramos wordt eruit gelopen. Dan komt ook die man in het geel met de rugnummer op zijn achterkant eruit. Die kan er ook niks meer aan doen. En Robben, nou, het is... Ik heb dit niet. Je hebt er geen woorden meer voor. Het is mijn 280ste interland die ik voor Nederland op de radio mag verslaan. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Nog nooit meegemaakt. Check, het is mijn eerste. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dit is ongelooflijk.